heb mijn zoon laten opsluiten, zei vice-president van de Republiek Suriname Ronnie Brunswijk, vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. Volgens de bewindsman heeft zijn zoon veel dingen met hem gedaan. Dus kijk, in ieder geval wat Pascal betreft, dat weet iedereen. Ik heb Pascal zelf laten opsluiten. En u weet het, wanneer ik iets zeg, het Openbare Ministerie Poeraman direct. Hij heeft toch zoveel dingen met mij gedaan en ik ben aangifte gaan doen bij de politie. De volgende dag zie ik Pascal weer op straat. Dus als ze hem nu wil vasthouden dat hij bijvoorbeeld een strafbaar feit heeft begaan, dan wie dan ook, als je dat hebt gedaan, dan word je opgepakt. En daarvoor kan ik hem niet kunnen helpen. In ieder geval, de rechter is daar, het Openbaar Ministerie is daar. En ze gaan kijken naar zo'n wettelijke zaak. Als hij iets heeft gedaan die hij opgesloten moet worden, dan hebben we ook geen quiz. Maar ik ben zelf vader en vice-president. En wanneer uw zoon zo in het nieuws kwam, wat vindt u zelf daarvan? Nou, ik. Nou. Kijk, Pascal is niet een kleine jongen. Die man is militair geweest. Hij is zelf in het Franse leger gediend. Hij weet hoe het hoort. En als je al volwassen bent, ben je verantwoordelijk voor je eigen zaak. Ja, en ik heb me niet. Ik heb zoveel keer met OM geprobeerd om deze jongen te corrigeren. En ze wilden niet. En nu hebben ze zelf ervaren. Dus ik ga niks aan doen. Maar wat hij doet of wat in de media verschijnt, ik ga niet zeggen dat het me niet interesseert. Want het is wel lastig als jouw zoon en dan komt het negatief in de publiciteit, dan als vader voel je het wel. Ja, maar ik hoop dat hij kan veranderen. Vice-president Ronnie Brunswijk vertelde ook over de conditie van de teruggevonden jongetje. Ja, ik heb met de dokter gesproken en hij mag het goed. Ik denk, gisteren was het nog, ging het heel goed aan de goede gaan. Ik weet nog niet of hij ontslagen is uit het ziekenhuis. Maar de familie was ook gisteren bij mij en we hebben gesproken. Dus ik wacht ook als hij ontslagen is dat ze teruggebracht wordt naar Stoma-Zeeland, zodat ze weer naar hun woonplaats kunnen gaan. Dat weet ik niet. Fransen, kijk, wanneer we praten over de Fransen, je weet het, alles wat La Guyane, dus Frans-Guyana hier betreft, moet eerst toestemming van Parijs krijgen en dat duurt lang.